Het stemmen. Het stemmen kan op 4, misschien wel nog veel meer manieren, maar ik behandel nu 4 manieren. Je kan in het 5e vakje, op de dichtste snaar, het vakje indrukken, 5e vakje. En dan moet hij hetzelfde klinken als de snaar die eronder ligt. Dus deze 6e snaar, 5e vakje ingedrukt, 5e snaar los. Als ik dat de snaar verderop doe, zou je ook hetzelfde moeten klinken, bijna. Volgende snaar, 4e snaar, 5e vakje ingedrukt. Moet gelijk klinken aan de 3e snaar los. Dan is er 1 uitzondering. 4e vakje op de 3e snaar. Klinkt gelijk aan de 2e snaar los. En 5e vakje 2e snaar. Klinkt gelijk aan de 1e snaar los. Dus. De tweede manier is met flageoletten. En een flageolet is een noot, dat komt later, maar die we niet indrukken, maar die we boven op de snaar, precies boven de fret, de vinger erop leggen. Het voordeel is dat ik nu niks in hoef te drukken en rustig kan draaien. Dus 5e vakje op de 6e snaar klinkt gelijk aan het 7e vakje op de 5e snaar. Snaar hoger. Hetzelfde, dus 5e vakje, 5e snaar, klinkt gelijk aan de 7e vakje, 4e snaar. 5e vakje, 4e snaar, klinkt gelijk aan het 7e vakje, 3e snaar. En nu, het 7e vakje, 6e snaar, klinkt gelijk aan de 2e snaar, los. 7e vakje, 5e snaar. Klinkt gelijk aan de 1e snaar los. Dus 5, 7, 5. En dan? Maar een andere optie is ook dat je een apparaatje aan je gitaarklem, zoals ik hier heb. Dat is goed, ik zie hem nu. En ik sla de hoge E-snaar aan en wat zie je? De letter E. Als ik nu de volgende snaar aansla, de letter B, de letter D. En zo kan ik elke snaar af. Dit apparaatje wat aan de kop geklemd is, dat kleine zwarte dingetje, dat vangt de trilling op en die kan heel goed de gitaar stemmen. Die geeft aan wanneer het hoog of te laag is. En de laatste optie, die kan ik nu niet laten zien, want zie je in mijn telefoon, is een stem-app en die werkt ook heel goed. Als je daar de telefoon van je vader of moeder voor gebruikt, dan werkt het ook heel goed. Dus, 4 manieren om te stemmen. Tot de volgende keer.